en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het tijd voor een oud en nieuw make-up look. Als jij deze video bekijkt op de dag dat ik hem upload, dan is het vandaag oud en nieuw vannacht. Ik wil iedereen alvast een super fijn nieuwjaar wensen. We proclameren ook weer gewoon vandaag dat 2022 een beter jaar zal worden dan 2021. Ik weet het echt 100% zeker en ik wens iedereen echt een fijne, veilige, gezegende oud en nieuw avond en nacht. Ik weet dat oud en nieuw de feestdagen hele leuke dagen zijn. December is echt een super leuke gezellige maand met familie en vrienden. Maar ik weet ook dat er vooral in de maand december heel veel mensen eenzaam kunnen zijn. Die geen familie hebben, geen vrienden hebben. Voor welke reden dan ook zijn er heel veel mensen eenzaam. Ik ben ook een persoon geweest die gewoon echt vaak oud en nieuw alleen heeft gevierd. Gewoon helemaal alleen. Niemand om me heen. Ik weet hoe het is. En ik wilde jullie ook laten weten dat als je met iemand wilt praten, als je je eenzaam voelt, stuur mij een DM via Instagram. Ik ben er gewoon. Doe het wel via Instagram, want daar ben ik het meest actief en dan zie ik het. En anders zie ik het gewoon niet. En als jij oud en nieuw gewoon echt niet handelt, omdat je gewoon echt te eenzaam bent of je bent gewoon te ongelukkig of whatever, ga dan gewoon slapen. Ik heb het ook wel eens gedaan. Ik dacht, weet je wat, ik sla oud en nieuw gewoon helemaal over. Ik wil niet eens weten dat het aan de hand is. Ik ben toen gewoon letterlijk gaan slapen voor 12 uur en dan kon ik het gewoon helemaal compleet negeren. Dus ja, ik weet niet of jullie iets hebben aan dat advies, maar dat was wat ik deed. En de rest van de mensen die misschien iets leuks hebben gepland of zo, alvast heel veel plezier gewenst. Ik ga met een vriendin iets doen. Dus ja, dat wordt mijn oud en nieuw. En ik dacht, ik knal gewoon vandaag ook deze make-up look. Ik was aan het twijfelen om hem vandaag te plaatsen of eerder in de week. Maar ik dacht, ja, het is wel gewoon leuk als ik het ook gewoon echt plaats op oud en nieuw. Dan heb je gelijk, ja, een leuke make-up look die je kunt maken. Het wordt full glam. Heel extra. Heel heftig. Echt ideaal voor oud en nieuw. Ik vind ook dat je een beetje extra moet zijn met oud en nieuw. Want ja, als je het niet bent met oud en nieuw, dan wanneer wel. Dus we gaan er gewoon weer vandaag helemaal voor. Dus vind je het nieuw leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze make-up tutorial. De look van vandaag is ook een beetje out of my comfort zone. Het wordt een look met een beetje cool tone kleuren, steentjes. Dus echt een look die ik niet heel vaak maak op mijn kanaal. Maar het leek me echt een perfecte look voor vandaag. En ik vind het gewoon echt heel erg mooi. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkies, dagcreme en that's it. En ik denk dat ik ga beginnen met de ogen, want het wordt een heftige look. En ik ga dit paletje gebruiken van Nabla, de Platinum Cutie Palette. En dit is echt een super mooi paletje. Kijk even wat een prachtige kleuren. Ideaal voor de look die ik vandaag wil maken. De kwaliteit van dit paletje is ook echt super goed. En ik raad hem echt aan. En ik heb hier ook wat steentjes, wat diamantjes. Die ga ik ook aanbrengen. En het wordt gewoon vandaag echt een heel ding. Dus laten we inzoomen op de ogen. Oké, we zijn ingezoomd. Ik heb echt een mega grote oorbel in. Ik ben echt zo extra. Oké, jongens. Dit is gewoon de laatste video van dit jaar. Oh my goodness. Ik ga beginnen met het primen van mijn oogleden met mijn P. Louise base in de kleur Rumor 01. Dit jaar is echt voorbij gevlogen. Vinden we nu, jongens? Wauw. Ik denk dat voor de meeste van ons dit afgelopen jaar niet echt een goed jaar was, maar ja, nogmaals, 2022 wordt gewoon een stuk beter. Dat weet ik gewoon 100%. Ik wil jullie ook nog heel eventjes snel zeggen en adviseren om in 2022 je plezier en je geluk vooral niet te halen uit omstandigheden. Want we zitten gewoon nou in barre omstandigheden. Corona, lockdowns, etc. Haal gewoon je plezier en je geluk uit andere dingen. Creëer het gewoon zelf. Doe gewoon dingen die jij leuk vindt. En maak jezelf vooral niet afhankelijk van andere dingen, andere mensen. Ja, want dan ga je het gewoon echt moeilijk hebben. Oké, ik ga ook vandaag een beetje voor een andere stijl ooglook die ik ook echt nooit maak. Ik weet niet wat ik heb vandaag, maar ik ga echt out of the box. Ik ga beginnen met de donkere matte kleur hier. Die heet Tenebra. En die ga ik hier zo in de hoek indrukken en ook zo hier zo in de binnenste hoek, zeg maar. En dan pak ik de andere matte kleur hier. Die heet Aristocracy. Er zijn maar 2 matte kleuren in het paletje. De rest is allemaal glanzend. En met die kleur ga ik dan deze andere kleur gewoon een beetje uitblenden. En ik blijf een beetje laag. En dan gewoon lekker blenden, jongens. Oké, wacht. Ik denk dat ik een iets meer fluffy kwast pak. Want ik wil het ook zo een beetje naar buiten trekken. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie plannen van 2022. Hebben jullie echt plannen waarvan je echt iets hebt van in 2022 wil ik dit echt doen? Ik ben niet echt een hele erge vooruitplanner, maar ik heb wel altijd zo een paar dingen in mijn hoofd. Bijvoorbeeld in januari wil ik weer beginnen met afvallen. Niet heel veel meer, maar gewoon een klein beetje en zo. En weer een beetje gaan opletten en zo. Maar dat is echt zo cliché. Iedereen wil altijd gaan afvallen aan het begin van het nieuwe jaar. Ik ben heel benieuwd. Let me know. Misschien dat ik dan ook gemotiveerd raak door jullie weer. Ik ben nu gewoon die 2 matte kleuren heel de tijd zo om en om aan het aanbrengen en aan het inblenden. Totdat ik gewoon heb gecreëerd wat ik wil.
Oké, ik denk dat het voor zo wel goed is. Lekker donker. Maar ik wil dat het hier binnenin echt open wordt. Dus ik ga even in met concealer. Dan ga ik hier gewoon een beetje concealer aanbrengen. Want ik wil echt dat het hier in het midden echt zo open is. Zo, en dan pak ik weer een beetje van die donkere kleur. En dan breng ik die hier weer een heel klein beetje aan. Dan is het eigenlijk wel gewoon goed. Ik ga in met deze twee glanzende kleuren in het midden. Ik ga beginnen met de kleur hier. En dan ga ik deze lichte kleur erop aanbrengen. Dit doe ik gewoon zo met mijn vinger. Pak ik gewoon een beetje van die grijze kleur. Kijk even hoe mooi. En die breng ik aan op de plek waar ik de concealer heb gedaan. Dit is echt zo mooi. I cannot. En je mag het ook best wel hoog aanbrengen. Dat als je zo vooruit kijkt, je het ook gewoon nog echt goed kunt zien. Dus echt lekker hoog. Als je het gevoel hebt van ik heb het nou iets te hoog aangebracht, dan is het goed. En dan die donkere matte kleur breng ik dan weer hier zo aan op de randen. Zodat je niet zo'n harde lijn krijgt en het een beetje in elkaar overgaat, zeg maar. Zo, en dan pak ik nou deze lichte kleur. Of voor het extra shine, kijk even dit. En die druk ik er dan gewoon zo op. En dan wordt het toch net weer iets heftiger, iets lichter. Kijk, zien het verschil nou met hier en hier? Is echt een heel groot verschil. Ik druk het er gewoon zo'n beetje op en that's it. Niet al te veel. En dan weer een beetje blenden bij de randen. Kun je dan met de make-up wipe een beetje opruimen hier zo. Jongens, I love it. Zo heftig, zo mooi. I'm totally here for it. Dan ga ik in met deze kleine steentjes. En die ga ik gewoon zo'n beetje zo overal aanbrengen om het nog heftiger te maken. Obviously, je kunt het ook gewoon zo laten als je het al goed vindt. Maar ja, ik ben gewoon een beetje extra. Dit is zo extra, maar ik vind het zo leuk. Nogmaals, je kunt dus dit gewoon helemaal overslaan of gewoon wat minder aanbrengen. Gewoon een paar. Maar ik dacht, ik ga gewoon lekker voor veel. I don't care. Tijd voor mascara. Ik gebruik mijn Huda Beauty Legit Lashes Mascara. En omdat het een hele heftige ooglook is, ook hele heftige wimpers. Oh, eentje valt gewoon. Dit zijn TL3 Faux Mink Lashes van Tati Lashes. Die ga ik opdoen en dan kom ik zo bij dit. Oké, ik heb gewoon net mijn 600 euro lens laten vallen. Gelukkig is hij niet kapot. Oké, ik denk dat de wimpers echt perfect passen bij de look. Ze verbergen de look ook een klein beetje. En dan is het allemaal niet zo heftig. Whatever. Oké, ik doe even mijn oorbellen uit voor mijn gezichtsmake-up. En mijn gezichtsmake-up wordt gewoon full glam. Het wordt vooral een matte look. Ja, niet te veel glans en zo. Want ik wil echt dat de ogen alle aandacht krijgen. Ik ga eerst mijn gezicht primen met de NYX Honey Do Me Up primer. Oldie but a goodie. Deze echt, ik weet nog dat echt iedereen deze primer gebruikte. Ik ga helemaal stuk. Hij is ook gewoon echt heel fijn. Hij gaat er echt voor zorgen dat je make-up gewoon de hele dag goed blijft zitten. En hij geeft ook een mooie glans aan je gezicht. En daar hou ik van. En vooral omdat ik inga met een heleboel matte producten, wil ik ook niet ingaan met ook nog eens een matte primer. Want dan wordt het allemaal iets te droog en te mat. En dan mijn Elf Putty Primer. Deze gebruik ik hier zo voor bij de poriën. Hoe ouder ik word, hoe grotere poriën ik krijg. Echt heel vervelend. Ik weet nog dat ik ze gewoon ooit gewoon niet had. Gewoon. Of ja, niet had. Ze waren gewoon niet heel groot. Voor foundation ga ik in met een volledig dekkende foundation. Mijn Huda Beauty Faux Filter Foundation in de kleur Amaretti 310G. Ik heb geen enkele foundation met meer dekking dan deze. Dus deze is ideaal. Ik breng ook niet al te veel aan, want anders wordt het echt too much. De spons die ik gebruik is van Revolution van de Friends Collection. Deze foundation heb ik al zo lang niet gebruikt. Ik gebruik hem niet heel vaak omdat hij toch wel ja, een beetje heftig is en een beetje dik kan zijn. Maar als je gewoon niet te veel aanbrengt, dan is het gewoon wel oké. Want ik vind hem wel een heel mooi effect hebben. Hij maakt je gezicht echt super egaal en smooth. En hij blijft echt heel dag goed zitten. Hij lokt echt helemaal vast op je huid en dat is echt ideaal. Maar nogmaals, gebruik hem niet te veel. En voor cream contour gebruik ik deze van She Glam, de Liquid Bronzer in de kleur Warm Honey. Deze kleur is echt perfect voor mijn huidskleur. Kijk hoe mooi. Hij is zo mooi bronzy en warm. I love it. Voor concealer gebruik ik mijn Elf Camo Concealer. Deze heb ik in de kleur Medium Sand. Deze heb ik al heel lang niet gebruikt, terwijl ik vind hem wel echt heel fijn. Dit is een hele mooie lichte kleur. Ik heb echt veel te veel concealer aangebracht op mijn neus. Dat ging niet zo goed. Maar dat ga ik zo meteen corrigeren met
poedercontour. Mijn gezicht is echt zo smooth als het maar kan zijn. Echt een volledige dekking gewoon. Ik breng ook altijd weer een beetje mijn cream contour terug. Ik pak niet meer product. Ik pak gewoon de kwast waarmee ik het had geblend. En dan ga ik er weer een beetje overheen. En dan blend ik het in met de concealer die ik heb aangebracht. En dan krijg je echt een heel mooi ingeblend gezicht. Wauw. Voor losse poeder gebruik ik mijn Anastasia Beverly Hills Translucent Poeder. Dit is wel de kleine versie obviously. Maar deze poeder is echt zo goed. Oh, mijn steentje is er afgevallen. Ik ging met mijn kwast eroverheen. Ik ga stuk. Als je dit dus doet, let op dat je niet met je kwast allemaal hier overheen gaat. Want dan flikkert alles er weer vanaf. Even opnieuw opplakken. Voor de mensen die zich afvragen, Sarah, flikkert dit er niet allemaal af door de dag heen? Nee, ze blijven echt gewoon goed zitten. Behalve obviously als je er echt met je hand overheen gaat of wat ik net deed zo met mijn kwast, dan wel. Maar ze blijven in principe gewoon goed zitten. Ik gebruik gewoon zo'n lijm van BH Cosmetics, glitterlijm. Als je gewoon glitterlijm gebruikt, dan het blijft echt gewoon goed zitten. Op mijn gezicht ziet er echt prachtig uit, echt mooi. Dan ga ik mijn neus contouren met mijn Be Perfect Shape Shifter Palette. En ik mix deze twee kleuren hier. En daarmee ga ik mijn neus contouren. En dan pak ik ook deze gele bananenkleur. En wat ik dan doe is dat ik die zo een beetje hier aanbreng op mijn neus. En dan lijkt mijn neus ook weer iets smaller. Is hij niet, maar het lijkt wel zo. Dit is echt de truc. Oké, nu ga ik echt heel extra zijn. Maar ik wil ook deze Glowish Pressed Poeder aanbrengen van Huda Beauty in de kleur 01 Fair. Dit is een hele mooie pressed poeder. Maar hij geeft een soort van glans aan je gezicht. Een hele subtiele mooie glans. En dat vind ik wel mooi. Want mijn hele gezicht is nou echt heel mat. En dan vind ik het mooi als er wel een heel klein beetje een glans zit of zo. Ik pak gewoon een beetje zo van die poeder. En dan zwier ik het gewoon een beetje zo hier zo in onder mijn ogen. Oh mijn god, ik ben gewoon weer over die steentje gegaan. Zo, en dan is het tijd voor een beetje MAC Fix Plus om mijn gezicht te hydrateren. Oké, mijn basis make-up is nou gezet op mijn gezicht. Dan ga ik mijn ogen afmaken. Ik ga in met dit zwarte oogpot een loodje van Estée Lauder in mijn waterlijn. Ik weet dat dit nou mijn ogen wel een heel klein beetje kleiner maakt. Maar whatever. Oké, wat ik dan ga doen is dat ik eigenlijk gewoon op de onderste wimperrand dezelfde kleuren ga aanbrengen als dat ik hier heb gedaan. Dus ik ga in met deze twee matte kleuren in de hoeken en dan deze twee glanzende kleuren zo in het midden. En deze hele lichte glanzende kleur ga ik ook aanbrengen zo in de binnenste ooghoek. Maar echt maar een heel klein beetje zo. Deze ooglook is echt, ja, heftig. En dan pak ik weer mijn Huda Beauty mascara. En die breng ik dan aan op de onderste wimpers. Ogen zijn basically helemaal klaar. I love it. mijn gezichtsmake-up. Ik heb al gebronsd met die She Glam Liquid Bronzer. En ik vind mijn gezicht eigenlijk wel gewoon bronzy genoeg zo. Dus we gaan in met blush. En ik wil gaan voor een beetje een natuurlijke blush. Dus ik ga in met deze W7 Rebel Blush in de kleur Striptease. Die is niet al te heftig. Is een hele mooie natuurlijke kleur. En voor highlighter gebruik ik deze van Messauda, de Spotlight Highlighter in Aurora 203. Is echt een prachtige heftige highlighter, I love it. En de kleur matcht ook heel mooi met deze ooglook. Nu is het tijd voor de lippen, die blijven super natuurlijk. Ik ga in met deze lipcombo Nabla lippotloodje close-up lippotloodje in de kleur hashtag Nude 5. En deze Essence Extreme Lip Gloss in de kleur 08 Gold Dust. Ik denk toch dat ik inga met een andere gloss. Deze van Elf Cosmetics is een doorzichtige glitterige gloss in de kleur Bubbles Bullets. Bullets? Bubbles Bullets of zoiets. Super mooie glitterige gloss. Ik zie echt al die glittertjes erin. En hij is echt super goedkoop. Deze glossjes zijn zo fijn. Ik heb er 3, zoals je kunt zien. Echt, I love them. Super goedkope fijne glossjes. En dan wat fixing spray. Ik gebruik mijn Morphe fixing spray, zodat het goed blijft zitten de hele dag. En dan zijn we klaar. Nou jongens, dit is het dan. Dit is mijn nieuwjaar 2021 make-up look. Wat vinden we ervan? Ik vind het zo leuk. Ik vind het ook leuk dat ik kleuren en een stijl heb gebruikt die ik niet heel vaak gebruik. Deze look is ook echt heel erg anders dan mijn oud en nieuw look van afgelopen jaar. Die staat ook nog gewoon online op mijn kanaal. Ik dacht, ja, ik wil niet elk jaar weer zo'n gouden look maken. Ik wil wel een beetje afwisselen. En ik vind dit echt super leuk. Obviously hoef je er niet precies na te maken. Je kunt er ook gewoon wat inspiratie uithalen en dan gewoon ook gewoon zo
zo'n look creëren zonder dat het al te heftig is. Of als jij een persoon bent als moi, dan is dit gewoon een look die je kunt rocken. Iedereen gaat beginnen over je make-up als jij zo aankomt. I love it. Ik vind het super, super leuk. Let me know wat jij ervan vond beneden in de reacties. Ik hoop dat jullie weer iets hebben gehad aan de video van vandaag en het weer leuk vonden. En nogmaals, ik wens iedereen een hele, hele fijne oud en nieuw en een geweldige 2022. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!